Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Sven de Visser. Eerst en vooral wil ik eventjes de organisatie bedanken voor de uitnodiging, voor de fijne introductie ook daarnet. Misschien nog eens heel kort, wie ben ik? Mijn naam is Sven, ik werk aan de Hogeschool Gent, waar ik coördinator ben van een onderzoekscentrum EcoCity, waar we eigenlijk vanuit een multidisciplinaire bril verstedelijkingskwesties vanuit het kader van sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid proberen te analyseren. Het verhaal dat ik vandaag ga brengen is niet zozeer een verslag van één specifiek project, maar is een beetje wat meer overschouwend overheen verschillende projecten die we doen en gedaan hebben samen met kinderen, om het eigenlijk vooral te hebben over hun plek die ze innemen in planningsprocessen. En eigenlijk mijn belangrijkste boodschap voor vandaag zal eigenlijk zijn dat we eigenlijk kinderen vandaag veel duurzamer moeten verbinden, durven verbinden met de stad en hen mee de stad van morgen laten plannen. Nu, ik ga mijn verhaal in een viertal stapjes brengen. Ik ga eerst iets vertellen over hoe onze stadsplanning en onze ruimte in de stad, hoe die historisch uitgegroeid is tot een behoorlijk gesegregeerde ruimte. En in de volgende stapjes gaan we dan het geleidelijk aan hebben over welke plek kinderen daarin innemen, hoe zij betrokken worden en eigenlijk mijn belangrijkste pleidooi dan hoe we kinderen duurzamer kunnen verbinden met de stad. Dus dat is een beetje de agenda, zeg maar, die ik mee heb voor mijn babbel deze ochtend. Ik begin met een eerste punt, namelijk hoe is onze stedelijke ruimte de voorbije decennia gegroeid. En ik heb een quote mee van een artikel dat mij een paar weken geleden opviel in het nieuwsblad. Eiken horen thuis in een bos. Voor alle duidelijkheid niet mijn quote of mijn eigen stelling, maar een artikel waar een aantal bewoners van een straat of van een wijk een ongenoegen uiten over het feit dat de grote, prachtige eiken die in een straat staan toch ook wel behoorlijk wat overlast genereren. Het neemt licht weg. In de herfst heb je daar veel te veel bladeren enzovoort die op de grond liggen. En ze zeggen eigenlijk, waarom die bomen hier bij ons in straat, bomen steek je toch in een bos? En ik vond dat een zeer exemplarische uitspraak om eigenlijk ook breder na te denken of breder uit te drukken hoe er wordt nagedacht over stedelijke ruimte door veel mensen. Namelijk, we hebben geleerd om verschillende functies, verschillende groepen ook in de samenleving, elk hun eigen plek te geven. En dan rest natuurlijk de vraag, die open ruimte, die publieke ruimte die dan rest, en naar wiens beeld wordt die dan een stukje gevormd? Of om het met de woorden van de Chicago School in de sociologie te zeggen, van wie is dan eigenlijk nog de stad? En dat is een belangrijke vraag. Hè. De stad is de stedelijke ruimte is een gecontesteerde ruimte. Het is een open ruimte, is een schaars goed geworden dat we met steeds meer mensen moeten delen en waar steeds meer verschillende claims worden opgelegd. Steeds meer verschillende functies worden eigenlijk in die stedelijke ruimte ondergebracht. De ruimte staat een beetje onder druk en we zien eigenlijk, zoals op de foto hier, het voorbeeld van een burgerinitiatief, Permanent Breakfast, die eigenlijk als groep burgers mensen ertoe aanzetten, motiveren om een soort kettingreactie van ontbijten in de publieke ruimte op te zetten. Men moedigt eigenlijk groepjes mensen aan om ergens in de open ruimte een ontbijt te organiseren met een paar mensen, met als bedoeling eigenlijk de dominante betekenis, het dominante gebruik van die plek een stukje in vraag te trekken. En dan zie je dat er ontbijten ontstaan op parkeerplaatsen of op een middenberm, op een drukke boulevard in een stad of op meer geprivatiseerde ruimtes.
En het zet eigenlijk de discussie wel wat op scherp van ja, hoe willen we onze ruimte nu juist gaan invullen. En dan zien we eigenlijk ook dat bepaalde vormen van gebruik, bepaalde betekenissen van plekken, minder gelegitimeerd geraken, minder aanvaard geraken. Denk maar aan de manier waarop we via architectuur soms daklozen proberen te weren uit publieke ruimtes. Denk maar hoe er in sommige steden pogingen worden gedaan om jongeren, hangjongeren uit de publieke ruimte te houden, van straat te houden. Het zet die vraag wel wat op scherp, hè, van wie is nu die stad. En die vraag is eigenlijk, maakt deel uit van een oudere, een langere ontwikkeling in de stadssociologie. We zien eigenlijk in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, zien we een groep van kritisch geëngageerde planners, architecten, wetenschappers opstaan, die eigenlijk de op dat moment dominante top-down benadering van stadsplanning in vraag gaan trekken. Een dominante top-down benadering die heel expertgedreven was, heel sterk vanuit de expertise van ruimtelijk deskundigen, van sociale professionals, en eigenlijk stadsplanning ook eerder vanuit een economische doelstelling invulde. Dan krijg je daar dus die kritische bewegingen, waar onder andere Henri Lefebvre een belangrijke figuur was, die spreekt over de strijd om de stad, the right to the city, en dat gebruikt om bepaalde ontwikkelingen in vraag te trekken, zoals de toenemende commercialisering van onze ruimte, de toenemende privatisering van publieke ruimtes, processen van gentrificatie in stadswijken. En eigenlijk van daaruit een beetje die vraag op scherp stelt. Ook vanuit kindperspectief zien we in diezelfde periode een aantal vooraanstaande wetenschappers opstaan die daar werken over schrijven, die vandaag nog altijd veel mensen inspireren. Kevin Lynch met Growing Up in the City en Colin Ward's The Child in the City, die eigenlijk vanuit die kritisch geëngageerde positie de plek, de positie van kinderen ook een stukje gaan beschrijven, maar ook gaan pleiten om daar meer mee bezig te zijn. Nu, die strijd om ruimte die is vandaag actueler dan ooit. Die was in de jaren 60, 70 actueel, maar vandaag zou je bijna kunnen zeggen nog meer dan toen. Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen bijvoorbeeld schrijft al een tijdje voor dat we meer moeten doen met minder ruimte. En dan krijg je daar allerhande uitdagingen, zoals de verdichting, het gedeeld ruimtegebruik, tijdelijk ruimtegebruik, die eigenlijk een stukje ons uitdagen om met de weinige ruimte die we nog hebben, daar veel creatiever mee aan de slag te gaan, daar veel meer een gedeeld verhaal van te maken tussen groepen. Een andere reden waarom die strijd om ruimte vandaag actueler is dan ooit, we zien ook dat de resterende open ruimte, zeker in een aantal stedelijke gebieden, meer en meer geprivatiseerd geraakt, meer en meer onder privaat beheer komt te staan. En om het dan heel actueel te maken, ja, de hele COVID-crisis, vooral dan de lockdownperiode, heeft toch wel op scherp gezet op welke manier of in welke mate toegankelijke, betekenisvolle, leefbare, kansrijke buitenomgevingen eigenlijk noodzakelijk zijn. Het zijn geen luxe producten, het zijn eigenlijk basisbehoeften van mensen voor iedereen. Nu, de positie van kinderen en jongeren in heel dat verhaal van steeds meer gecontesteerde ruimte is dat we eigenlijk in de slechtere voorbeelden kinderen de restruimtes in de stad toebedelen. En dat zij eigenlijk een vrij zwakke positie innemen in heel die strijd om de ruimte. Een zwakke positie die eigenlijk een stukje mee veroorzaakt wordt door het feit dat de pedagogiek, dat de hele pedagogische praktijk en wetenschap zich heel lange tijd wat afzijdig heeft gehouden, redelijk afwezig is gebleven in het nadenken over publieke ruimte en over stedelijke ruimte. Pedagogiek is heel lang
en ook steeds eigenlijk dominant bezig geweest met de institutionele pedagogische contexten. Het gezin, de school, de georganiseerde vrije tijdsvoorzieningen. En heeft er eigenlijk lange tijd weinig nagedacht over hoe die publieke ruimte, hoe open ruimte, ook een soort opvoedende pedagogische betekenis kan hebben, of hoe we die minstens vanuit pedagogische overwegingen en doelstellingen mee kunnen gaan vormgeven. Dat is dan specifiek voor het Vlaamse verhaal ook heel sterk gestuurd vanuit een eerder antistedelijk klimaat. De stad wordt eigenlijk gezien als een minder wenselijke, minder aantrekkelijke context om in te wonen, om in te leven. En dat stuurt ook de manier waarop we met kinderen omgaan in die stad. Kinderen worden vooral vanuit een soort beschermingsdenken dan. Enerzijds worden ze dan vanuit dat beschermingsdenken zelf beschermd tegen de gevaren van de stad. De gevaren die dan te maken hebben met mobiliteit, de drukte van auto's. Gevaren die ook te maken hebben met de enorme verscheidenheid aan mensen in de stad. De anonimiteit, wat men in het Engels dan noemt, de stranger dangers. De mogelijke gevaren die uitgaan van het feit dat we daar met een groep mensen zijn die we niet zo goed kennen. En dus we proberen eigenlijk vooral kinderen een beetje buiten die stad te houden, ze op hun eigen plek te houden, liefst in die institutionele contexten van school, vrije tijdsvoorzieningen enzovoort. Beschermingsdenken gaat ook in de andere richting. Men probeert eigenlijk tegelijkertijd vanuit die dominante stadsplanning de stedelijke ruimte ook wel wat te beschermen tegen de mogelijke overlast die kan gecreëerd worden door kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we shoppingcentra of winkelstraten inrichten. Daar zijn weinig plekken die echt gericht zijn op ontmoeten, op blijven rondhangen, op spelen enzovoort. En dus als een gevolg van heel dat soort denken zijn we geleidelijk aan een soort apart jeugdland gaan creëren. Lia Dasberg heeft dat als historica mooi beschreven, hoe we eigenlijk kinderen en jongeren meer en meer in een soort parallelle samenleving met hun eigen instellingen, hun eigen plekken zijn gaan afzonderen in die stedelijke ruimte. En dus ja, terugkerend naar dan de kritische vraag van de Henri Lefevres, bij wijze van spreken van de jaren 60, naar wiens beeld wordt de stad dan gemaakt? Dan is eigenlijk de vaststelling vandaag dat het kindperspectief daarin een zeer precaire plek blijft innemen. Kinderen hebben nu eenmaal weinig politieke invloed. Ze zijn niet stemgerechtigd, ze hebben weinig invloed op ons hele democratische systeem. Ze hebben nu eenmaal weinig rechtstreekse economische invloed. Ze consumeren wel, maar dat is dan eerder vanuit of via een plek in het gezin, via de ouders. En ze nemen eigenlijk daardoor een zwakke burgerschapspositie in onze huidige manier van planning. En dus eindigen we met de eiken die in het bos worden teruggedrongen, of in dit geval de kinderen die in de speelruimtes, op de speelplekjes, in de scholen, in de jeugdbewegingen enzovoort worden teruggedrongen, zodanig dat de mainstream groepen in de stad hun beeld van de stad verder kunnen realiseren. Dat brengt me een beetje naar een tweede punt. Misschien klinkt dat wat pessimistisch. Dat is ook niet de bedoeling. Uiteraard is het zo dat we ondanks die zwakke positie, die zwakke burgerschapspositie, er wel heel wat nagedacht is over de manier waarop we kinderen kunnen inspraak geven, de manier waarop we kinderen kunnen laten participeren. Ik zou zelfs bijna durven zeggen, net omdat ze zo een zwakke burgerschapspositie en weinig directe impact uitoefenen op de besluitvorming, is er heel wat aandacht ontstaan voor allerhande vormen van participatief werken. Dat is het tweede puntje wat ik in mijn presentatie wil behandelen. Het ontstaan van dat participatiedenken, maar ook de valkuilen die daarmee gepaard gaan. En ook hier een quote
Die wel wat actueel is terug. Het is wel een oudere quote van 2 jaar geleden, maar eigenlijk ja, zijn er varianten van dezelfde opinie blijven die ook vandaag circuleren. In de context, in dit geval van de klimaatspijbelaars, wordt in verschillende reacties van politici wordt eigenlijk de burgerschapspositie van kinderen en jongeren nog eens heel hard benoemd. Namelijk, kinderen en jongeren moeten in eerste instantie naar school gaan, is dan de opinie. Ze moeten leren, ze mogen een mening geven op de momenten en op de manieren waarop wij als volwassenen hen die vragen, maar dat moet nu ook niet te ver gaan. Het soort reactie dat je hier ook in de quote ziet, het is niet omdat de puberteit betoogt dat we met puberale antwoorden moeten komen, dringt eigenlijk een beetje de plek, die jongeren, de stem die jongeren op dat moment zelf innemen, de positie die ze voor zichzelf creëren, dat die op dat moment door dat soort reacties eigenlijk wordt een stukje afgeblokt. En eigenlijk wordt gezegd, nee, jullie moeten op dit moment eerst op de schoolbanken zitten en later, als je groot bent, kan je daar mee over nadenken. Dus participatie, we zien dat daar geleidelijk aan meer aandacht voor ontstaat in de stadsplanning, vooral sinds het internationaal verdrag voor de rechten van het kind in 1989 zien we een belangrijke impuls ontstaan om eigenlijk meer structureel bezig te zijn met participatieve planning. In de praktijk zien we dat daar vaak dan beroep wordt gedaan op artikel 31 in dat kinderrechtenverdrag, dat het recht op spelen, vrije tijd en in een bredere interpretatie van dat artikel ook het recht op speelruimte voorschrijft. En het artikel 12, dat het recht op inspraak en participatie voorschrijft. Later in de jaren 90, vanaf 96, zien we dat UNICEF daar eigenlijk nog een verstelling hoger inschakelt. En in de schaduw van de Habitat 2-conferentie eigenlijk het concept van kindvriendelijke steden introduceert. Waar men eigenlijk zegt, ja, de positie van kinderen en jongeren moet eigenlijk de maatstaf zijn om de duurzaamheid en de leefbaarheid van onze steden aan af te toetsen. En ze gaan eigenlijk een model van kindvriendelijke steden uittekenen, waarvan ze eigenlijk zeggen, ja, een kindvriendelijke stad gaat dan over de realisatie van die kinderrechten op lokaal, op stedelijk niveau. En van daaruit gaan ze natuurlijk heel sterk de nadruk leggen op manieren, procedures in de planning, om kinderen eigenlijk structureel een stem te geven in de verschillende beslissingsmomenten van een planningsproces. Dus dat is goed nieuws. Er ontstaat meer aandacht voor die participatie. Maar in de praktijk zien we dat daar heel snel die invulling van participatie een technische uitdaging is geworden. Planners, steden en gemeenten, andere overheden zijn vooral op zoek naar de beste methodiek die het best aanspreekt voor deelnemers, die het meest aansluit bij een leefwereld, die het meest aansluit bij de competenties, wat ze wel of niet kunnen. Die probeert zoveel mogelijk kinderen te prikkelen om deel te nemen. En je ziet dus dat vooral die technische vragen, die methodologische vragen, voorop komen te staan. Soms in die mate dat we stilaan de methodologische vragen een stukje laten primeren op de echte inhoudelijke vragen, namelijk wat is nu in het belang van die kinderen en jongeren en wat is nu de eigenlijke stem van hen, dreigt soms wel ondergesneeuwd te geraken onder de methodologische keuzes. En we zien dan ook dat er in sommige voorbeelden dat er geleidelijk aan een soort instrumentalisering ontstaat van de participatie. We gaan participatiemomenten, inspraakmomenten, instrumenteel gaan inzetten om in een bepaalde fase van het planningsproces zeg maar de juiste input van kinderen en jongeren te krijgen, maar we betrekken hen daarom niet per se meer in dat bredere gesprek over de stad of over de toekomst van de stad. En dan zien we dat er in sommige voorbeelden
soms onbedoeld, soms bedoeld, hè, er heel selectief wordt geluisterd naar kinderen. En we luisteren dan in functie van de beslissingen die moeten genomen worden. We luisteren op basis van een vooraf gestructureerde taal die aansluit bij onze ideeën als professionals. En we luisteren ook sterk in functie van het vinden van een consensus. Terwijl misschien net het eigen is aan inspraak en participatie, dat je op heel veel dissensies, op heel veel oneensgezindheid uitkomt en dat dat net ook het startpunt zou kunnen zijn van zo'n traject. En we zien ook dat er eigenlijk ook wel wat risico's ontstaan van schijnparticipatie. Dat is een proces waar Roger Hart in zijn participatieladder ook wel wat voor waarschuwt, waarbij hij zegt, wanneer we kinderen een stukje gaan opvoeren om de keuzes die wij al gemaakt hebben, bij wijze van spreken te gaan bevestigen of te gaan herhalen, dan zijn we niet echt heel participatief noodzakelijk bezig. En de manier eigenlijk waarop we kinderen en jongeren zien verschijnen in heel wat participatie-initiatieven sluit eigenlijk ook aan bij een bredere ontwikkeling waarin de overheid meer en meer de rol gaat innemen van een soort efficiënte, vriendelijke dienstverlener die de burger consulteert. En die de burger eigenlijk consulteert als klant, als rechthebbende van de publieke dienstverlening. Maar niet verder inzet op het actief burgerschap van mensen zelf. En dat wordt ook wel eens beschreven. We zien ook, we herkennen dat ook wel in verschillende vormen van consumentisme. Heel eenvoudig vertaald betekent dat we vragen aan kinderen en jongeren op dat moment vooral vragen die liggen in de lijn van wat wil jij? Wat heb jij nodig? Waarbij er bij wijze van spreken het resultaat dan een soort boodschappenlijstje is van allerhande mogelijke, maar toch ook vaak onmogelijke wensen van kinderen. Waaruit dan een stadsbestuur of een planner of een architect plukt datgene wat past in het reeds bestaande beeld, het toekomstbeeld van een plek. Het probleem bij dat consumentisme is dat je natuurlijk in die boodschappenlijst vaak ook, zeker als je met kinderen de vraag heel open gaat stellen, krijg je vooral de zeer onmogelijke scenario's. De zwembaden en de dierentuinen en de grote pretparken die dan allemaal op een buurtpleintje zouden moeten ontstaan. En dat is natuurlijk om de eenvoudige reden dat kinderen kunnen maar antwoorden in termen van wat ze al kennen. Wanneer je vraagt wat wil je, dan kan je maar antwoorden op die vraag in termen van wat je zelf al kent op dat moment. En dat is al een beetje vooruitlopend op mijn pleidooi van straks. Het is net interessanter om ook te horen wat kinderen nog niet kennen en eigenlijk van daaruit te gaan zoeken wat allemaal mogelijk is. Dus consumentisme is zo'n eerste valkuil die ontstaat vanuit een zeer instrumentele benadering van participatie. En een tweede valkuil is dat we geleidelijk aan een soort juridisering krijgen van het nadenken over de toekomst van de stad. De taal van juridische rechten, van juridische plichten, van regels, van wat wel of niet mag, wel of niet kan, wat al vast ligt, wat in procedures vast ligt, gaat eigenlijk geleidelijk aan het inhoudelijke debat gaan overschaduwen over de toekomstige invulling van ruimte. We zien de juridisering bijvoorbeeld in een aantal concrete situaties van vermeende overlast van spelende kinderen en geluidsoverlast van spelende kinderen. Waar we zien dat eigenlijk de discussie over geluidsoverlast van spelende kinderen is eigenlijk wat mij betreft een discussie van samenlevingsopbouw. En dat gaat over een discussie, de schaarse ruimte die ons nou rest, hoe kunnen we die op zo'n manier invullen dat zowel kinderen daar een plek in hebben om te spelen, maar dat ook volwassenen daar een plek in hebben om misschien een rustige woonomgeving te hebben of andere zaken daar kunnen plaatsvinden. Dat is eigenlijk het pedagogisch gesprek dat we nodig hebben. De juridisering die we zien, is dat eigenlijk heel snel dit soort discussies in een letterlijk een juridisch discours worden getrokken, doordat daar op een bepaald moment een formele klacht dan uit een of andere hoek komt.
En het dan eigenlijk aan een rechter wordt om daar op basis van een zo objectief mogelijke afweging van rechten daar een definitief antwoord op te geven. Maar dat is een beetje het jammere dat ontstaat, hè. We zien eigenlijk dat geleidelijk aan de politieke laag van participatie, het nadenken over welk soort samenleving, welk soort stad, welk soort toekomst van onze ruimte willen we, die geraakt geleidelijk aan een stukje weggeknipt uit de discussie. Die geleidelijke depolitisering van stadsplanning die we zien ontstaan. Ik noem dat soms ook wel een soort kinderen voor kinderen aanpak die we zien ontstaan. Namelijk, kinderen worden via al die participatieinitiatieven aan de inspraakkansen mogen vooral nog meedenken over die thema's die voor kinderen relevant zijn. De inrichting van het speelpleintje, of de weg naar school. We gaan eigenlijk aan enkel nog laten meedenken in hun eigen positie die ze op dat moment al innemen. Terwijl uit heel wat voorbeelden uit ons eigen onderzoek blijkt, als je aan kinderen vanuit een heel open agenda en laat nadenken over de stad en over de toekomst van de stad, dat zij het over heel wat andere thema's hebben dan hun eigen leefwereld van spelen en leren enzovoort. Ja, en tenslotte zien we ook in die heel methodische aanpak van participatie dat er zoiets ontstaat als de moeilijk bereikbare doelgroepen. Degenen die dan niet deelnemen aan de participatieinitiatieven en die eigenlijk ook meer en meer gemarginaliseerd geraken in de besluitvorming, ja, omdat ze niet deelnemen aan de participatieinitiatieven. Terwijl in werkelijkheid diezelfde groepen op heel wat manieren feitelijk in werkelijkheid wel deelnemen aan de stedelijke ruimte. Alleen op manieren die niet altijd door ons gezien worden of niet altijd aanvaard worden als vormen van participatie. Denk dan maar bijvoorbeeld aan het rondhangen in publieke ruimtes. Denk maar aan bijvoorbeeld de manier waarop skaters ook de stad lezen gebruiken. En dus net zoals dat de klimaatbetogers dan aangesproken worden door politici als ja, jullie zijn in eerste instantie leerlingen, studenten, leerplichtig en het is onverantwoord om te spijbelen. Wel, zo zien we ook dat kinderen en jongeren eigenlijk vaak niet gehoord worden in een boodschap die zij kunnen brengen over hoe zij de toekomst of de invulling van stedelijke ruimtes zien. En dat brengt mij eigenlijk bij het derde punt in mijn verhaal, namelijk ja, als we participatie dan niet enkel als een instrument zien, maar als we een soort meer gepolitiseerde benadering van participatie willen invoeren, dan is het belangrijk dat we participatie zien als een voortdurend leerproces, als een onafleerproces. En dat we eigenlijk meer aandacht, meer energie moeten steken in het begeleiden van zo'n leerproces dan in het zoeken of we nu wel echt de juiste en beste methodiek hebben gekozen. En ook hier een quote uit een recent artikel, in dit geval het werk van Linde Sager, die vorig jaar een masterproef afwerkte in de stedenbouw, waar ze vaststelde dat dat we onbedoeld eigenlijk heel wat vastleggen of een bepaald woonbeeld aanleren aan kinderen en jongeren als norm. Ze stelde eigenlijk vast dat als de leermethodes enkel klassieke woonsituaties afbeelden, en ze heeft het dan over de klassieke leerboeken en werkboeken die in de school gebruikt worden, dus klassieke woonsituaties afbeelden met vrijstaande woningen in landelijk gebied, dan bestaat de kans dat leerlingen dit geleidelijk ook als norm gaan aanzien en zich hier later ook aan gaan spiegelen. Dus onbedoeld leggen we eigenlijk heel wat vast en leren we een bepaald woonbeeld aan als norm aan kinderen en jongeren. En wat daarvan afwijkt, stedelijke ruimtes, appartementen enzovoort, dat wordt al snel ervaren als iets wat misschien minder goed is, minder waardig is, gevaarlijker misschien is, problematischer enzovoort. En eigenlijk, de quote en het werk van Lien toonde eigenlijk het belang
om participatie ook te gaan zien als een iets pedagogische, iets waar leren mee gepaard gaat. Participatie als leerproces, dat impliceert natuurlijk dat er ruimte wordt gecreëerd voor de heel verschillende, soms tegenstrijdige definities van wat nu eigenlijk een kindvriendelijke of een leefbare omgeving is in een stad. En eenvoudig zou je het kunnen samenvatten als zijnde dat participeren is altijd leren en leren is participeren. Participeren is leren. Dat betekent in mijn voorbeeld dat ik daarnet gaf, als je aan kinderen vraagt wat ze willen, dan kunnen ze enkel antwoorden in functie van wat ze kennen. Participeren start eigenlijk bij het bieden, het creëren, het laten ontstaan van nieuwe perspectieven op vertrouwde situaties, op vertrouwde plekken. Als je zinvol wilt kunnen participeren, dan moet je eerst zien wat er allemaal mogelijk is op een plek, voor je daar op een goede manier, op een geïnformeerde manier, daar een mening over kan vormen. En anderzijds is leren, het samen leren van nieuwe mogelijkheden, dat is participatief op zich. Door samen te leren creëer je eigenlijk nieuwe mogelijkheden, nieuwe oplossingsrichtingen voor bepaalde stedelijke problematieken. En dat idee dat een planning, dat we dat moeten zien als een leerproces, dat participeren leren is, dat is vooral in een aantal andere Europese contexten dan de onze sterker doorgedrongen vanuit het kader van de Built Environment Education. In onze regio's is dat ietsje minder gekend, maar bijvoorbeeld in Duitsland heb je een hele beweging, wat daar in het Duits heet de Jugendarchitectuurstad, de jeugdarchitectuurstad in het Nederlands vertaald. En dat is eigenlijk een beweging van, die gedragen wordt door architecten, door ontwerpers, door geografen, door leerkrachten, door pedagogen enzovoort, die allemaal doordrongen zijn van het idee dat als we een duurzamer ruimtegebruik in de stad van morgen willen mogelijk maken, dan moeten we vandaag kinderen veel meer de kennis geven die nodig is om op een andere manier naar ruimte en naar omgeving te kijken. Ze gaan dus eigenlijk vanuit een soort empowerment-idee gaan zij heel sterk gaan inzetten op een soort basisarchitecturale kennis, basisruimtelijke kennis bij kinderen, om hen eigenlijk te leren hoe ruimte werkt, hoe planning werkt, en dan eigenlijk een stukje aan te sterken, te empoweren, om op die momenten dat zij dan effectief invloed kunnen uitoefenen, om dat op een veel geïnformeerdere manier te gaan doen. Ook bij ons krijg je dan varianten van ruimte-educatie, die niet altijd per se vanuit die empowerment-hoek vertrekken, maar ook wel wat vertrekken vanuit het idee dat we moeten veel educatiever met ruimte bezig zijn. Met kinderen en jongeren, maar evenzeer met volwassenen. Want wat ik hier zeg, dat leerproces gaat zeker niet enkel over die minderjarigen. Het is eigenlijk een veel bredere benadering, zeg maar, van participatie. Een interessant voorbeeld in Mechelen, de stad Mechelen geweest hier in Vlaanderen, was een initiatief, de Grond der Dingen. Een culturele interventie waarbij de stad Mechelen 1 vierkante meter cadeau gaf aan elke Mechelaar. Dus op die manier krijg je 20.000 vierkante meter die mag ingevuld worden. Ik ben eentje te ver gegaan. 20.000 vierkante meter die mag ingevuld worden en elke Mechelaar mag met zijn eigen vierkante meter, die kan daar 3 dingen mee doen. Ofwel kan die een bepaald projectidee daarvoor indienen. Ik wil bijvoorbeeld daar een groentetuin inrichten op mijn stukje. Of ik wil daar een bos zetten. Of ik wil daar een clubhuisje zetten. Alles kan ingediend worden. Dat is 1 manier. Of die kan aan een bepaald bestaand project, een idee van iemand anders, zijn of haar vierkante meter daaraan gaan koppelen.
Of die kan een bestaande plek in de publieke ruimte in Mechelen anders gaan invullen. En het interessante aan heel die oefening is dat je, wat je hier ziet, wat eigenlijk de organisatoren willen doen, is niet zozeer het streven naar een soort consensus, naar nu dit willen we allemaal, maar eigenlijk de dialoog, de discussie, de oneensgezindheid op gang brengen tussen Mechelaars over, ja, wat willen wij nu zelf? Hè? We hebben het nu voor het zeggen over een flink stuk ruimte in Mechelen. Hoe willen we dat nu gaan doen? En je ziet, het conflict moet niet uit de weg gegaan worden, maar moet juist omarmd worden. Niet omwille van het conflict op zich, maar omdat daar eigenlijk de meerstemmigheid en de strijd om die stedelijke ruimte het meest uitblijkt. Ik durf dat zelf soms ook wel eens benoemen, wanneer ik meer voor een publiek van ontwerpers en architecten sta, dan durf ik dat ook wel eens zeggen dat ontwerpers en planners en architecten eigenlijk een aan samenlevingsopbouw doen. Planning is eigenlijk een opbouwwerkproces waar je het gedeelde ruimtevraagstuk dat op dat moment op tafel ligt, het gedeelde duurzaamheidsvraagstuk dat op dat moment op tafel ligt, ook als een soort wicked issue gaat benaderen met je burgers, met je bewoners, met je stadsbewoners, om eigenlijk tot duurzame, rechtvaardige, kwalitatieve antwoorden te komen. Ja, heb je al die stakeholders nodig en moeten al die stakeholders ook bereid zijn om te leren. En dan is het eigen aan dat leerproces dat een open leerproces is, collectief en gedeeld. Het is iets wat je samen doet, sociaal. En het is continu, het is nooit af. Het is meer een houding die ontstaat. Het is een vorm van, het is een kwaliteit van een proces eerder dan een specifieke uitkomst die ontstaat. En mijn pleidooi is dan om in die benadering van stadsplanning, in die benadering van participatie, kinderen eigenlijk structureel te gaan benaderen als mede-onderzoekers. Mede-onderzoekers die niet zozeer meer worden aangesproken als consumenten vanuit de vraag wat wil jij, wat heb jij nodig, of wat hebben kinderen nodig, maar die eigenlijk worden uitgedaagd om samen na te denken en onderzoek uit te voeren over wat heeft onze stad, wat heeft deze buurt, wat heeft deze plek nu eigenlijk juist nodig. En participatie wordt dan niet zozeer meer een methodiek of een doelstelling op zich, maar participatie wordt hier eigenlijk gewoon een uitgangspunt van een planningsproces als leerproces. We hebben die manier van denken ook, we hebben daar ook wel structureler uitgewerkt. We hebben daar een soort kidsmodel, we noemen dat zelf, een soort denk- en doemodel van gemaakt, dat je ook kan raadplegen op de webpagina die daar linksonder op de slide staat, kidsgids.be. En de filosofie achter dat denk- en doekader is, planning is een gedeeld leerproces. En in een planningsproces gaan we eigenlijk in de drie gekleurde vakjes, 1, 3 en 5, zitten een aantal beslissingsmomenten die eigen zijn aan planning. Wel, op die beslissingsmomenten kunnen we kinderen als mede-onderzoekers gaan inzetten. Het eerste beslissingsmoment is de projectdefinitie. Je moet op een bepaald moment gaan vastleggen wat nu eigenlijk juist het probleem is waarom je gaat werken in een bepaalde plek. Er zit een beslissingsmoment op het niveau van het bedenken van oplossingen, het afwegen van verschillende oplossingsrichtingen. En er zit een beslissingsmoment in het uiteindelijk kiezen van bepaalde oplossingen en het realiseren, het uitvoeren daarvan. En de grijze vakjes zijn dan eigenlijk de uitwisselingsmomenten die je creëert. Want natuurlijk, kinderen zijn dan niet de enige die bijvoorbeeld een probleemdefinitie maken. Andere groepen, andere stakeholders doen dat ook. Het is belangrijk dat je daar dan ook echte uitwisselingsmomenten daarom voor ziet. Hier ga ik misschien een beetje sneller doorgaan. Een paar voorbeelden van hoe we dat dan in de praktijk doen, hoe we dat aanpakken. Bij dat onderzoekende, bij het probleemdefinitiefase, gaan we eigenlijk met kinderen vooral de omgeving gaan onderzoeken, de omgeving op andere manieren leren zien.
nieuwe perspectieven ontdekken, die stad verkennen en vooral de meervoudige betekenissen van eenzelfde plek gaan ontdekken. En dus de vraag ligt hier niet op wat wil je, en ligt zeker nog niet op oplossingen, maar ligt op het leren begrijpen van verhalen, ervaringen, betekenissen rond een plek. Dat kan via mental mapping, maar we hebben ook allerhande speelse methodieken die we daar soms voor inzetten om eigenlijk kinderen uit te dagen om op nieuwe manieren naar een stad te kijken. En dan zie je dat kinderen eigenlijk, ja, als je dat vanuit zo'n heel open bril opstart, dat je op heel brede thema's uitkomt. Dan gaat het over intergenerationele contacten, dan gaat dat over natuur, dan gaat dat over mobiliteit, gaat over lokale economie. Klinkt misschien wel raar, maar bijvoorbeeld wanneer kinderen dan het hebben over het belang van het buurtwinkeltje als enige plek waar ze na schooltijd van hun ouders zelfstandig naartoe mogen, ja, dan toont dat, dan is dat in onze beleidstermen het belang van lokale kleinschalige economie, maar in hun woorden gaat dat eigenlijk over de leefbaarheid van zo'n plek. Het uitwisselen is ook een belangrijke. We gaan eigenlijk ervoor zorgen dat we een taal creëren om het belevingsmateriaal van kinderen eigenlijk in dialoog te brengen met ontwikkelaars en met planners. En dan is kaartmateriaal een belangrijke. We hebben bijvoorbeeld een soort belevingskaart gemaakt, een nieuw toeristisch plan van de wijk van de kinderen die we bevraagd hebben, waar we met een legende van thema's die voor hen relevant zijn, eigenlijk een nieuwe tekening van die wijk hebben gemaakt. Plekken waar veel dieren lopen, plekken waar het niet zo leuk is om te vertoeven, plekken waar je weggejaagd wordt, plekken waar je goed kan voetballen. Je krijgt eigenlijk een taal die ook voor planners op dat moment handig is om te gebruiken. Niet enkel in die probleemdefinitiefase, ook in het creëren van ideeën, en het creëren van oplossingsrichtingen, kan je eigenlijk verder werken met kinderen als onderzoekers. Niet enkel wat zou jij als kind, als persoon die voor mij zit, graag als oplossing zien, maar vanuit al die betekenissen en probleemdefinities die we in eerdere fases hebben gezien, van kinderen, maar ook van andere groepen, wat zijn dan ideeën die mogelijke toekomstscenario's bieden voor de buurt? En dan hebben we eigenlijk bijvoorbeeld participatieve ontwerpworkshops gedaan, waarbij een ontwerper die op dat moment effectief een opdracht heeft van de stad om iets te doen met die ruimte, samengezet met kinderen, om eigenlijk naar nieuwe oplossingen te zoeken voor bepaalde plekken. En dan ook hier gebruiken we de taal die zo goed mogelijk aansluit bij dat planningsproces. Kinderen kunnen natuurlijk niet in GIS of in andere software toepassingen zeer gedetailleerde ontwerpen maken, maar ze kunnen bijvoorbeeld wel met een transparant op een foto allerhande interventies gaan tekenen. Of bijvoorbeeld hier met een eenvoudig collageprogramma. Eigenlijk, en dan gaat het niet zozeer over is het nu technisch de beste oplossing, maar het gaat over welk soort thema's worden hier nu oplossingen voorgesteld. En uiteindelijk ook bij, ga ik wat sneller overgaan, aangezien ik een beetje door mijn tijd begin te lopen, ook in het realiseren, het kiezen van oplossingen en het realiseren van oplossingen kan je kinderen gaan betrekken. Dat hoeft niet altijd per se te betekenen dat je effectief iets bouwt met kinderen. In een ander project rond kindvriendelijke stapelbouwomgevingen hebben we bijvoorbeeld met hun materiaal, met het materiaal van kinderen en jongeren, een tentoonstelling opgezet, die je trouwens nog altijd digitaal kan raadplegen op blog.kidsgids.be, daar rechtsbovenaan. Waar we eigenlijk een maand lang alle mogelijke professionals naartoe hebben gelokt met allerhande activiteiten om hen te doen nadenken over de oplossingsvoorstellen van kinderen en jongeren. En daarmee kom ik tot de conclusie, mijn slotpleidooi, om het nu zo te noemen, van mijn hele verhaal. Namelijk, het is mijn sterke overtuiging dat als we een duurzame toekomst voor onze stedelijke ruimtes, voor onze stad willen genereren, dan moeten we vandaag kinderen duurzaam met de stad gaan verbinden.
Dat betekent enerzijds dat we de leefwereld van kinderen niet te veel moeten afzonderen van de leefwereld van andere groepen in de stad. De historisch gegroeide ruimtelijke segregatie van kinderen en jongeren. Het is mijn hoop dat we daar een stukje terug tot meer verbinding tussen groepen in de stad kunnen komen. Het voorbeeld hier op de slide is een voorbeeld van de stad Bristol, die op een bepaald moment al haar beleidsplannen, ze had een beleidsplan voor kindvriendelijk ontwerp, voor ouderenvriendelijk ontwerp, voor inclusief ontwerp voor personen met een beperking enzovoort, die op een bepaald moment al die plannen over elkaar heeft geschoven, een soort geïntegreerd plan voor een duurzame, rechtvaardige stad heeft gemaakt voor alle groepen. Eigenlijk ligt daar wat mij betreft een groot deel van de uitdaging om dat soort verbindingen te maken. En dan maak ik een beetje de vergelijking met een misschien onder jullie, onder velen van jullie bekende boek, Het Last Child in the Woods van Richard Louv, die het heeft over het nature deficit disorder, de vaststelling dat kinderen te weinig voeling nog hebben met de natuur. En het pleit eigenlijk om weer in opvoeding, in onderwijs, in andere contexten veel meer in te zetten op kinderen terug ervaringen laten opdoen in de natuur. Wel, ik durf eigenlijk daar bovenop pleiten of daarnaast, want het is geen boodschap tegen Richard Louv, maar aanvullend. Misschien zitten we vandaag ook wel met de situatie van The Last Child in the Streets en moeten we ook heel sterk gaan inzetten op het overwinnen van de angst voor de stad, op het creëren van weer stedelijke ervaringen voor kinderen, met eigenlijk participatie in de stad en participatie aan stedelijke ruimtes als een doelstelling op zich. Ervoor zorgen dat kinderen terug kunnen, mogen en willen gebruik maken van stedelijke ruimtes en daardoor ook kunnen nadenken en willen nadenken over een duurzame toekomst voor onze stad. Voilà, dankjewel. En ik denk dat er nu wat ruimte is voor vragen. Inderdaad. Dankjewel, Sven, voor je prachtige bijdrage. We hebben al heel wat vragen ondertussen binnengekregen. We onthouden vooral eigenlijk die democratische dialoog. Ik heb trouwens ooit eens een uitspraak gehoord. Als een stad goed is voor kinderen, dan is het voor iedere bewoner goed. Hè? En eigenlijk om de link te leggen met gisteren, het ging gisteren over de aarde beter achterlaten dan dat we ze gevonden hebben. Het is misschien ook iets, het werk dat jij doet, of dat zou moeten gedaan worden, dat zou ook onze aarde en onze steden dan voornamelijk beter kunnen achterlaten. Goed, een eerste vraag begint met wat een geweldige bijdrage. Het gaat over veel meer dan educatie voor kinderen. En de vraag is eigenlijk, moet EDO, dus educatie voor duurzame ontwikkeling, moet die dus ook niet een soort van volwassen educatie worden? Dat is een zeer interessante vraag. Ik denk dat wel, om twee redenen. Omwille van de benadering van pedagogiek die erachter zit. Ik hoop dat ook duidelijk is geworden door in mijn presentatie. Ik zit zelf nogal in die kritisch-pedagogische stroom, die educatie niet zozeer reduceert tot het aanleren van dingen, maar eigenlijk door samen dingen te onderzoeken, vooral op verandering inzetten. En ik denk inderdaad, dat is voor kinderen en jongeren relevant, maar dat is evenzeer een opgave voor volwassenen. Het gaat over kritisch burgerschap genereren. Dus akkoord eigenlijk met de vraagsteller. Ja, oké. Okay, prima, dank u. Het doet mij denken aan een volgende vraag die gezegd wordt. U kent waarschijnlijk Gert Bista, ook de drie luiken. Hè. Voilà, eigenlijk heeft daar ook mee te maken. Het is goed mogelijk om hetgeen aan kinderparticipatie gebeurt te combineren met de taak van de persoonsvorming van de school. En ik denk, je hebt het antwoord al gegeven, ik denk dat je dat kan bevestigen uiteraard. Ja, de persoonsvorming, wat mij persoonlijk nogal aanspreekt in het werk van Gert Bista, is het idee van socialisatie. Ik heb het in mijn presentatie gehad over dat werk van Lien de Sager, die zegt, we socialiseren eigenlijk onbedoeld kinderen in een bepaald ideaal van wonen.
Gert Bista doorprikt dat ook. Hij zegt ook van ja, socialisatie gaat niet enkel over het introduceren in de wereld zoals dat ze nu is. Het gaat eigenlijk over kinderen ondersteunen en volwassenen, als ze dan de vorige vraag erbij pakken. Maar kinderen ondersteunen om eigenlijk zelf positie in te nemen, om die subjectificatie waar hij het over heeft, zorgen dat kinderen eigenlijk zelf een stukje ontdekken wat hun stem is en die stem ook kunnen op een manier naar buiten brengen. Ja, oké. Okay. Dat heb je mooi verwoord ook in niet aan de kinderen vragen van, of jongeren vragen van wat wil je, hè, maar een eerder gaan triggeren, want dan krijg je de voor de hand liggende antwoorden uiteraard, maar eerder gaan triggeren voorbij dat onbekende, voorbij het bekende naar dat onbekende wat mogelijk zou kunnen zijn. Ja, mooi. Nog een vraag van welke ken je, zijn de steden die echt koploper zijn in een kindvriendelijke inrichting en jongerenparticipatie? Er wordt zelf gesuggereerd Amsterdam, maar ik weet niet waar jouw kijk daarop is. Ja, ik ben altijd wat terughoudend om er één of twee steden uit te plukken. Laten we zeggen, er zijn veel goede voorbeelden onder impuls van het kindvriendelijke stedenbeweging die zowel in Nederland als in België heel sterk aanwezig is. In Luxemburg ben ik er iets minder zelf op de hoogte van. Maar bijvoorbeeld in Vlaanderen zie je dan wel dat het hele model van UNICEF rond Child Friendly Cities eigenlijk gehanteerd wordt om het tragere denken, want dat is eigenlijk de grote uitdaging. Het niet, we gaan volgend jaar dat pleintje inrichten, we gaan nu snel een inspraakmomentje. Nee, het veel tragere en structureler denken over een stedelijk beleid. Hoe kunnen we daar kinderen, het kindperspectief, structureler binnenkrijgen? Is Amsterdam uiteraard een zeer goed voorbeeld, interessant voorbeeld. Hè, wat ik in Amsterdam wel interessant vind, is dat de oplossingen, de uitkomsten zijn niet per se zeer kindspecifiek. Hè. De uitkomsten zijn eigenlijk zorgen dat daar veiligere, leefbaardere, groenere straten en buurten ontstaan. Hè. We gebruiken kinderen, bij wijze van spreken, bijna als een soort ingang om het daarover te kunnen hebben. In Vlaanderen, ja, ik denk dan recent bijvoorbeeld in Kortrijk en in Gent zijn er wel heel wat initiatieven geweest, vooral op dat participatief niveau. Antwerpen dan bijvoorbeeld met daar model van leefstraten is ook wel een heel interessant idee. Maar goed, dan zitten we echt in de casuïstiek. Eén stap noemen is dan altijd wat onrecht doen aan de andere. Oké. Okay. Misschien eens over naar een zeer concrete vraag. Hoe zou je kinderen betrekken bij duurzaam ontwikkeling van een industrieterrein aan de rand van de stad? Dat is een vraag die is binnengekomen. Ja. Hoe zou jij dat aanpakken? Wel, dat is voor mij het mooie voorbeeld van het type van wicked issues waarover we het moeten durven hebben. Met kinderen, maar ook met volwassenen. En dus dat zou voor mij starten met als we het in dat kidsmodel bekijken, met het proberen in eerste instantie in kaart brengen van wat is hier nu het probleem, wat zijn de verschillende behoeften, noden en vraagstukken waar we rekening mee moeten houden als hier zo een site gaat komen. Dus dat is, je kan aan kinderen, ik denk dat je dat ook wel intuïtief aanvoelt, je kan aan kinderen niet rechtstreeks de vraag stellen, we gaan hier nu een industriële ontwikkeling doen, wat moeten we doen? Dat staat heel ver van een leefwereld. Dat is net het lerende dat hier moet ontstaan. Dat is het soort kwesties wat ik dan als pedagoog belangrijk vind, dat we kinderen in meenemen. En dus dat gaat inderdaad in eerste instantie over het verkennen van zo'n plek, het verkennen ook van de belangen en de uitdagingen en keuzes misschien, die op dat moment al op beleidsvlak en op maatschappelijk vak al meespelen. En het met kinderen er effectief rond die plek gaan onderzoek doen. Misschien op de plek zelf, dus misschien in dit soort situatie minder relevant om fysiek op die plek aanwezig te zijn, maar wel daarover na te denken. En dan vind ik dat inclusief de vraag moet zijn, afhankelijk van welk soort industriële ontwikkeling dat dan is. Dat gaat bijvoorbeeld ook over, kan op een bepaald moment ook gaan over hoe willen we met voeding in de stad omgaan. Als dat dan een industrie gaat die meer in die voedingsindustrie zit. Of hoe willen we met mobiliteit omgaan enzovoort.
Ik zou heel sterk vertrekken vanuit echt het mee, het samen onderzoeken. En dat is eigenlijk waarschijnlijk voor ons op dat moment als leerkracht of als pedagoog een even groot leerproces. Ook voor ons zal dat betekenen dat we daar misschien nieuwe kaders en perspectieven daar rond moeten gaan opzoeken en daar ook de andere experten mee in moeten betrekken. Ja, oké, prima, dank u wel. Een andere vraag, ja, er zijn nogal wat mensen met het achtergrond die uit de natuur- en milieu-educatieve sector komen ook. Hè. En een vraag was of dat, er is ooit iemand, die Marga Dant, die een werk heeft geschreven rond natuurbeelden, misschien jou niet bekend, maar het gaat over, is die aanpak bruikbaar? Of kan je de link met natuurbeelden die kinderen hebben, kan je die koppelen aan het werk dat je doet eigenlijk? Ik ben inderdaad zelf niet zo vertrouwd met het werk rond natuurbeelden. Ik probeer mij nu iets bij voor. Ja. Ik ben nu aan het gokken natuurlijk, nee, wat dat zou kunnen betekenen. Dat is wel misschien wel moeilijk nu. Nee, goed. Een natuur, ja, verschillende natuur. Je hebt mensen die de natuur heel utilitair zien, van dit is nuttigheid, of nee, het is om te ontspannen, of het is om, of houtproductie, je weet wel, natuur. Dus kan je met heel veel verschillende beelden vanuit verschillende gezichtspunten benaderen. Maar misschien heb je ook al concrete voorbeelden gehad die meer met natuur te maken hebben. Ja, klopt, zeker en vast. En ik denk, als ik het zo hoor, dan gaat dat ook over hoe dat we bijvoorbeeld het beeld van natuurbeelden in een stedelijke context, in een wooncontext, ook daarin in beschouwen. En ook daar zie je dat kinderen vaak ook al gesocialiseerd zijn in een bepaald beeld over wat groen in een stedelijke context is. Uh-huh. En ook daar vind ik het dan interessant. Hè. We hebben onlangs samen met een ontwerpbureau ook gewerkt rond een specifieke, zeer stedelijke plek in het Gentse, de herinrichting daarvan. En ook daar zie je dat het tonen wat je eigenlijk met natuur en met groen en met blauw kan doen in een zeer stedelijke context, met kinderen, met andere stakeholders. Ja, dat zet aan tot denken. Hè. Het klassieke beeld, hè, waar we toen op botsten, hè, toen de ontwerper daar bijvoorbeeld onder andere met allerlei oplossingen voor regenwateropvang en beheer naar voren kwam, gaande van wadi's tot infiltratiegrachten. Ja, dat was eigenlijk de eerste reactie van een aantal deelnemers. Ja, maar gaat dat nu geen ongedierte aantrekken? Het is een heel specifieke blik. En daar zie je van, oké, dan ofwel zeggen we als ontwerper op dat moment, ja, die heeft dat gewoon niet begrepen, die is niet mee. Ofwel grijpen we dat aan als het samen onderzoeken van, oké, wat is dan ongedierte? Wat verstaan we daaronder? Wat is wel of niet? En laten we eens kijken over wat gaat dat specifiek in deze omgeving? En daar echt voorbeelden op plakken om nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven van wat het wel kan zijn, ook te tonen. Mm-hmm. Oké. Misschien een moeilijkere vraag. In de kidsgids onderscheid je 5 stappen. Hè? Dat is eigenlijk, het is een continu leerproces, die participatie. Maar veel van onze mensen werken in een centrum waar dikwijls maar kinderen 1 keer toekomen of gaan naar een plek maar voor 1 keer. Wat zou een rol daar dan in kunnen betekenen in dat proces van die 5 stappen? Ja, het klopt. Het is bijna een soort ideaalbeeld dat we daar schetsen. In het meest ideale geval kan je dat procesmatige, en dan is dat ook een gedeelde verantwoordelijkheid, niet van 1 organisatie, maar dan heb je eigenlijk in een lokale context, vinden organisaties en een bestuur elkaar om dat te doen. De realiteit is uiteraard dat je zelden de tijd en de middelen hebt om daar zo langdurig mee bezig te zijn. Ook in ons eigen onderzoek hebben wij ook niet per se altijd met dezelfde groep kinderen het hele proces doorlopen. Het interessante is eigenlijk, op elk van die 5 punten kan je op dat moment vanuit de filosofie van een leerproces, kan je kinderen daarmee aan de slag laten gaan. Heel concreet voorbeeld.
In die derde stap, wanneer oplossingen moeten uitgedacht en afgetoetst worden, ja, daar zijn wij ook met andere groepen kinderen en tieners aan de slag gegaan. Maar dan nemen we op die manier het materiaal mee uit die vorige stappen. En in jouw context, als daar al andere organisaties bijvoorbeeld dingen gedaan hebben op die eerste stappen, dan zou je dat materiaal kunnen meenemen. Is dat nog niet geweest, dan zou je ook met het materiaal kunnen aan de slag gaan dat bijvoorbeeld vanuit de experten of vanuit het bestuur al voorhanden ligt, om eigenlijk vanuit de probleemdefinities die er op dat moment liggen, van daaruit verder te gaan denken. Dus je kan eigenlijk op elk punt van die cirkel kan je op zich al instappen. En het ideale is zeg maar het hele proces kunnen doen. De werkelijkheid, de pragmatiek zegt dat je eigenlijk op elk punt vanuit die filosofie wel kan werken. Op die website hebben we ook wel wat methodiekjes gepost waar je eigenlijk zeg maar binnen één stap ook al specifiek wat kleinere dingen kan gaan doen. Oké, prima. Het is eigenlijk tijd, maar ik ga nog één vraag erdoor jagen. Welke regelgeving moet er eigenlijk veranderd worden, is de vraag, hè, om nog beter dat participatieproces te verankeren? Of gaat het toch vooral over anders denken en doen op lokaal niveau? Hè? Is het de regelgeving of is het anders denken en doen? Dat is een moeilijke, vind ik. Dat is een moeilijke, het is uiteraard beide. Uh-huh. Maar er zijn wel wat voorbeelden van hoe men via regelgeving dat probeert te doen. Bijvoorbeeld de kindnorm installeren of de vormen van in het Vlaamse regio heb je de joker, de jeugd- en kinderrapportage, waar je eigenlijk besturen verplicht om daar daar participatief mee om te gaan. Alleen zie je dat eigenlijk, als je daar wat kritisch naar kijkt, dat dat vaak meer aanzet tot een soort instrumentalisering, dat het heel snel iets wordt van, we moeten nog een stukje inspraak doen, want we moeten onze joker nog in orde krijgen. Dus regelgeving is vaak een belangrijke basis om het wel wat concreter te maken en wat afdwingbaarder te maken. Maar helaas zien we in de praktijk dat het niet het beste instrument is en dat eigenlijk de culturele shift, het gaat eigenlijk over een nieuwe planningscultuur, het gaat over een nieuwe beleidscultuur die moet geïnstalleerd worden, waar het denken in termen van dat kidsmodel niet enkel voor kinderen en jongeren, eigenlijk voor al onze stadsburgers, een soort andere manier van plannen wordt. Dus het onaangename, moeilijke antwoord is eigenlijk, het is wat mij betreft iets meer een cultureel gegeven dan een regelgevend gegeven. Maar de regelgeving is soms wel een goede eerste stap.